Welkom bij deze nieuwe video, nieuwe vrijdagvideo. Het is vandaag vrijdag 5 maart 2021 en ik ben hier met Vos lekker in bed, want het is al avond. Het is 9:30 of zo, zoiets, bijna 9:30. En ik ben gewoon niet eerder aan een video toegekomen vandaag, jongens. Ik lig hier lekker in mijn bed omdat ik ontzettend moe ben, omdat mijn lichaam echt heel erg veel pijn doet. Want ik heb eigenlijk een beetje te veel gedaan vandaag. En ja, dat vindt vaak mijn lichaam niet zo heel leuk. Dus dan krijg ik heel erg veel pijn en dan kan ik niks anders dan een beetje in bed gestrekt liggen. Dat ga ik nu ook even proberen met mijn benen en alles. Want ja, mijn buikbreuk doet echt pijn. Van mijn stoma. Zoals jullie weten heb ik een stoma. Nou, dat is natuurlijk een opening in je buik. Als ik daar heel veel kracht mee zet, of ik ga zware dingen tillen of iets dergelijks, dan doet dat heel erg pijn. Dan krijg ik daar heel erg last van en dan heb ik daar meestal een dagje last van. Vandaag was dus zo'n dag dat ik. Sorry jongens, als jullie gebonk horen, dat zijn mijn kinderen. Die zijn hiernaast en die hebben een vriendinnetje te logeren. Voor nood. Want die was hier en ze had een probleempje met haar jas en met haar fiets en van alles. En nou ja, ze kon niet meer naar huis, want we zitten met die avondklok. Anders had ze hier morgen gelogeerd, maar nu mocht ze dus vandaag logeren. Maar ze hebben wel een klein beetje herrie. Weet niet wat ze aan het doen zijn trouwens. En ik weet ook niet of jullie dat horen, maar ik hoor het wel echt heel erg. Ah, gebonk en gespring. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar goed. Ja, jongens. Ik had gewoon een onverwachte dag eigenlijk. De wending van mijn dag gisteravond ontdekte ik tijdens het schoonmaken en het opruimen van de afwas dat ik een verstopping had in mijn gootsteen. Nou, dat heeft iedereen wel eens. Daar heeft iedereen wel eens last van een verstopping in de gootsteen. En ja, die verstopping was zo dusdanig dat ik, ondanks alles wat ik geprobeerd heb om het los te krijgen, de rioolreiniging erbij moest hebben. Die kwam vanmorgen en die zei: ja, ik moet toch het liefst in je bijkeuken zijn bij de wasmachine, want daar heb jij een stortput. En de stortput, daar kan ik in met een behoorlijk dikke veer, zodat ik de boel, nou ja, los kan trillen en kan schoonmaken. Tja, nou, ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb behoorlijk nogal wat veel katten. En die katten, twee daarvan, die zitten in de bijkeuken. En dat komt omdat ik ze gescheiden moet hebben van Mimi. Want Mimi is het enige vrouwtje wat ik heb. En zij is nog niet geholpen. En ik heb ook nog twee katertjes, die zijn ook nog niet geholpen. Daar komt binnenkort verandering in, gelukkig. Die gaan volgende week naar de dierenarts en die worden dan geholpen. Maar goed, die hebben dus de bijkeuken tot hun beschikking. En daar een behoorlijke zwijnenkeet van gemaakt. Dat is echt super vervelend. Want ja, het is daar gewoon, was daar gewoon echt heel, heel erg vies. Ik snap niet hoe beesten in zo'n korte tijd echt zoveel rommel kunnen maken en zoveel viezigheid ook gewoon. Momentje, ik moet toch even ingrijpen. Kom zo weer. Nou, ik hoop dat het nu beter gaat, jongens. Maar goed, ik verbaas me er dus over hoe zo'n zwijnenkeet die katten ervan kunnen maken. Ik moest dus alles van de wand halen: de wasmachine, de droger en de koelkast. En nou, daarachter lag een rommel, haren, ontzettend veel haren, kattenharen, maar ook gewoon vieze troep, drek. Ik heb geen idee wat het allemaal was, maar goed, dat maakt ook niet uit. Ik heb het allemaal schoongemaakt. Het is allemaal met, nou ja,
bleek en van allerlei reinigers is dat die hele bijhok uitgemest. De koelkast, de wasmachine, de droger, alles stond zo'n beetje buiten achter thuis. Gelukkig scheen de zon. Ze hebben nog steeds ruzie, jongens. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Maar in ieder geval, ja, het stond dus allemaal buiten. Mijn droger had het gisteren toevallig net opgegeven. Die wilde ik aandoen en die wilde het niet meer doen. En vandaag heb ik het nog een keer geprobeerd vanmorgen. En toen dacht ik van, nee, hij doet het toch echt niet meer. Het was echt, hij had gewoon echt de geest ineens gegeven. Nou was het een drogertje van een tientje of zo. Die ik eens een keer op de kop getikt had omdat mijn oude droger kapot was. En deze mensen wilden er vanaf en die hadden het idee dat hij niet meer warm werd. Wat nog een sensor bleek te zijn, maar nadat ik hem gereset had, deed de droger het prima. Dus heeft hij gewoon nog anderhalf jaar gedraaid voor een tientje of zo. Dus ja, nou ja, dat hij het een keer begeeft is dan ook niet zo erg. Want hij draait hier veel met de kinderen. Dus ja, ik heb even gekeken via een marktplaats. En nou, in de buurt stond toevallig een leuk drogertje te koop voor weinig geld. Dus ik heb gewoon even een ander drogertje opgehaald die het nu doet. En ja, dan heb ik bedacht dat ik het dan weer anders wil. En dat de kasten eruit moeten, want die waren vies. En dat ik de droger op de wasmachine wou. En nou ja, allemaal dat soort leuke dingen. Dus dat heb ik allemaal gedaan vandaag. Dus die hele bijkeuken is nu helemaal schoon. Ik heb gelijk de wanden eventjes gewit. Met een laagje witsel eroverheen. Dat had ik toevallig nog staan. Dus dat heb ik ook nog eventjes snel gedaan. Toen de wasmachine, de droger, allemaal op zijn plek gezet. De koelkast, de boel weer ingericht. Mijn hele tuin ligt nog vol met zooi. Dat moet ik allemaal nog opruimen. Maar jongens, het was 7:30 vanavond. En toen had ik toch echt geen zin meer. Dan was ik vanochtend om 7:45 al begonnen. Ik was er vroeg opgestaan. Want die rioolreiniging die zou al 's ochtends vroeg komen om 8:30. Nou was hij er ook vroeg. Maar toen zei hij van ja, ik wil toch daarbij bij die stortbak. En ja, ik had al een stopper gebruikt en van alles en nog wat. En dan mogen ze dus niet door nou ja, met de veer er doorheen. Omdat ja, een ontstopper is dan weer een chemisch middel. En als het gaat spetteren, dan kan dat dus brandblaren of andere, nou ja, ongein veroorzaken. Waardoor ze dan 24 uur lang niets mogen doen. Dus hij vroeg aan mij, ja, wanneer heb je die ontstopper erin gegooid? Ik zei, ja, gistermiddag. Ik zeg, hij heeft echt helemaal niks geholpen. Hij zegt, nou, dan mag ik pas vanmiddag met de veer erdoor. Ik zei, nou, op zich is dat niet zo'n ramp. Ik zei, dat geeft ons dan nog net even de tijd om die bijkeuken wat voor je op te ruimen. Om die wasmachine even van zijn plek te halen voor je. Maar ja, voordat ik wist, had ik niet alleen de wasmachine van zijn plek, maar echt de hele bijkeuken leeg. Stond ik die te schrobben en te sauzen en opnieuw in te richten. Ja, dat dus. Dus je snapt, mijn lichaam die vond dat niet zo'n grappig idee. Die had zoiets van, Diana, wat heb jij nou weer bedacht? Waarom ben je in godsnaam hier met wasmachines, drogers en koelkasten aan de sjouw? En sta je hier ook nog een bijkeuken te sausen? Dus ja, dat vond hij dus niet zo heel erg grappig. Dus ik heb daar nu wel last van. Vandaar dat ik hier lekker in mijn bed lig. Nou, dat was een intro van een minuut of 10 of zo. Oh nee, viel nog mee. Maar ja, jongens, dat is dus de reden dat ik hier even lekker in mijn bed lig. Met Vosje. En dat ik de video even vanuit mijn bedje ga opnemen. Ja. Vos is nu alweer een maandje bij mij. Dat is echt heel snel gegaan die maand. Moet ik eerlijk toegeven. Ik heb heel weinig tijd gehad om even lekker van hem te genieten. Ja, lastig. Omdat je toch bezig bent.
Ik ben in huis bezig. Nog weer een voorjaarsvakantie met de kinderen erbij. Ja, dus zeg het maar. Op die manier is die maand ook zo omgegaan. Maar ja, we gaan hem nu maar eens even weer omkleden. Hij ligt al een hele tijd in deze kleertjes samen met zijn. Met lieve Tess. Tess heeft natuurlijk de rode versie van dit pakje. Het staat allemaal super schattig. En hoe komt jullie blijven staan? Ja, de camera blijft staan. Even naar voren natuurlijk. Anders kan ik niet erbij. En ja, Vos is gewoon een hele lieve baby. Mijn moeder heeft hem nu ook eens goed bekeken. En het is gewoon echt een schatje. Hij heeft zulke lieve, zachte gelaatsuitdrukkingen. Hier die kleine fronsje. En ja, het is gewoon echt een schatje. Ook als je hem ziet liggen. Hij ziet er ook heel echt natuurlijk uit. Het licht is natuurlijk weer niet zo heel denderend om 9:30 s'avonds. Maar ja, goed. Dat is even niet anders, jongens. Ik wilde ook de video niet uitstellen tot morgen. De vorige keer was hij ook al veel te laat. En ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Ik wil gewoon bij de vrijdag houden. Dus dan moet je toch proberen om zoveel mogelijk dat te doen. Ik ga hem even omkleden. En ik ga hem dit hele schattige blauwe gebreide pakje aandoen. Wat hij heeft meegekregen van Samantha. Er staat een klein bootje op. En het is van MAC Illusion. Ik ken het merk niet. Maar ik vind het een super schattig setje. 0 maand. Ja. Nou ja, en dit hele lieve gestreepte blauwe broekje met sokjes eraan hoort erbij. Dus die ga ik hem aantrekken. Zo'n mooie blauwe speenkoordje erbij. Ja, heerlijk. En dan gaan we jou even aandoen, hè, Vosje. Ja, ik zat ook te denken over wat voor video's ik nog allemaal weer ga maken voor jullie. Het is wel een beetje lastig om soms even weer wat inspiratie te zoeken, te vinden. De ene keer heb je heel veel inspiratie. Weet je van alles wat je wil gaan doen. En het andere moment heb je dat dus helemaal niet. En denk je, ja, wat zal ik dan nu weer voor jullie filmen? Zonder dat het eentonig wordt, want je wil natuurlijk niet dat het eentonig wordt. Nou is het wel zo. Binnenkort ga ik lekker wandelen met Vos. En dan gaat hij ook zijn vriendje Levi ontmoeten van Denise. Maar die heet geen Levi, maar die heet Eden. Dus geen Eden, of geen Levi, maar Eden. Maar het is voor mij heel erg wennen om Eden te zeggen. Want ik vergeet steeds dat hij Eden heet, omdat ik ook een Levi heb. Die heet Levi. Dus dan noem ik hem heel snel Levi en denk, oh nee, hij heet Eden. En als ik dan met Denise app, dan heb ik er altijd eerst Levi staan. Denk ik, oh nee, hij heet Eden. En dan moet ik dat even weer wijzigen in Eden in plaats van in Levi. Dat is echt heel stom, maar dat komt omdat hij van mij dus Levi heet. En Eden is dus het broertje van Nora, het nieuwe broertje van Nora. En hier had ze natuurlijk ook een Levi Kid als broertje. En ze had ook een broertje, haar eerste broertje, was natuurlijk Finn. En daarom heet hij Eden Finn. Dat is wel super schattig. Nora Lynn en Eden Finn. En die gaan we dan ontmoeten. Ik heb daar echt super veel zin in om dat met haar te doen.
We gaan wandelen in het buitenlicht, omdat we natuurlijk met de corona zitten, met alle maatregelen. We houden ook gewoon afstand van elkaar. En ja, maar we wilden zo graag, als het mooi weer was, eens met de jongens aan de wandel. Ja, misschien gaat Nora ook wel mee, want ze heeft ook een draagdoek nu, waardoor ze ook Nora mee kan nemen. Dus ze kan ze allebei meenemen. Ze kan zowel Eden meenemen als Nora. Dus dat scheelt weer. Dus ik heb daar echt heel veel zin in. Ik heb daarvoor ook een bekledingsset besteld bij een zaakje met die handgemaakte dekentjes en zo maakt. En ik zat er al heel lang aan te denken om een dekentje te laten maken. Ja, dan kan je het een beetje naar je eigen wens doen. Ik heb natuurlijk 10.000 dekentjes. Jullie weten hoe ik ben. Het is echt heel ernstig. Ik heb echt, echt zo verschrikkelijk veel dekentjes. En toch wil ik altijd weer nieuwe dekentjes of zo. Ik heb een ja, iets met dekentjes. Ik weet ook niet waarom dat zo is, maar... Ik vind het gewoon fijn om een leuk dekentje te hebben in de kinderwagen. Mijn zusje heeft nu heel veel dingetjes van dat teddystof en van dat ripstof. Dat is nu heel erg in. Rip en teddy. Je hebt ook een hele mooie lijn van Babies Only met rip en teddy. Die heb ik een tijdje getwijfeld of ik die wilde kopen. Maar uiteindelijk kwam ik op een heel leuk websiteje uit. Een heel leuk... ja, leuke website. En die heette Made by Lon. Made by Lon. Je hebt ook al must-haves by Kelly. Zo verschrikkelijk veel van die sites heb je. Maar ik was op zoek naar een teddy hoeslakentje voor de kinderwagen. Gewoon zo'n zachte teddystof om over je matrasje te doen. Waar ze dan op kunnen liggen. Want mijn zusje was daar dus ook naar op zoek. En die kon dat niet vinden. En toen was ik daar dus naar aan het googelen. En toen kwam ik dus bij deze website uit. Made by Lon. Zij had dus wel teddyhoeslakertjes. En je kon zelfs kiezen tussen kinderwagen en wieg. Er zat nog een klein beetje verschil tussen. Kinderwagen is net 5 centimeter smaller. 5 centimeter minder lang dan... Dus de wieg. Dat ik dacht van oké, nou dan doe ik gewoon kinderwagenformaat. Want het scheelde nog weer een paar euro. En volgens mij is mijn wieg zo verschrikkelijk klein. Dat het makkelijk past met kinderwagenformaat. Dus gaan ze weer, zijn ze even een tijdje stil en dan gaan ze weer schreeuwen. Dus vandaar dat ik dat heb besteld. Ik heb een... ripdekentje met teddy erin en een teddyhoeslakentje en een heel schattig lakentje voor de kinderwagen besteld. En hij krijgt ook een mooi omslagdoek nog van Babies Only. Van die nieuwe serie Sense is ook een ripstof met teddy aan de binnenkant, een witte. Hij heeft natuurlijk die mooie van Finn met die sterretjes en dat past ook wel mooi bij zijn noppies kleding. Maar ik wilde neutrale ook één voor hem kopen. Echt één voor hem. Hij had nog geen omslagdoek. En ben dus voor eentje gegaan die bij de kinderwagenbekleding paste. Nou, dit pakje staat hem ook heel schattig. Ik heb nu de hik. Wat vinden jullie? Schattig, hè? Zo babyblauw. Lijkt ook zo lief. Zo. Zo'n speentje erbij. Ja, dit staat echt heel schattig. Oh, zo zit. Mijn rug doet ook zeer. Goh. Echt, hè? Ik ben zo'n oude knakker. Nou, dat ben ik niet, maar zo voelt mijn lichaam soms wel verschrikkelijk.
Oh, even zo zitten, jongens. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het duurt dus nog een tijdje voordat dat binnenkomt. Want het wordt dus met de hand gemaakt. Ik heb er nog niet weer van gehoord. Het zou binnen 3 weken zijn dat het klaar zou zijn. Nou ja, het is nu, ik weet niet hoe lang geleden, een week geleden of zo. Nog niet eens dat ik het heb besteld. Dus het is gewoon even afwachten wanneer het binnen gaat komen. Maar als dat binnen is, dan gaan wij echt aan de wandel met z'n tweeën. Want daar hebben wij echt ontzettend veel zin in. En dan gaan we echt lekker even bijkletsen. En ja, ik hoop ook dat we dan mooi weer hebben. Dat we samen lekker in de buitenlucht kunnen afspreken. Zo zie je elkaar toch nog een beetje en hou je toch ook rekenschap met de maatregelen van corona en ook met je eigen veiligheid natuurlijk. Daar gaat het met name om elkaars veiligheid. En ja, dan gaat hij dus een vriendje Eden ontmoeten en Nora natuurlijk ook, want Nora heeft ook Vos nog nooit ontmoet. En dan komt er binnenkort nog weer een nieuw neefje. En dat is kleine van Julia. Die komt ook nou ja, vrij recent. Vrij recent, vrij binnenkort. Want hij heeft al de aanbetaling al gedaan. Dus. Ja, dus hij zit in de reservering, jongens. Dat duurt niet zo lang meer. Dan komt hij. En ja, ik weet nog niet zo goed wat ik erover mocht zeggen. Of ik nou zijn naam mocht zeggen of juist niet. Of, nou. Ik zeg er verder gewoon helemaal niks over. Jullie krijgen vanzelf te horen hoe die eruit ziet. Welke kit het is en hoe die gaat heten. Kan jullie alleen vertellen dat het een jongetje wordt. En dat die gemaakt wordt door Samantha ook. Dus dat is heel spannend. En ja, ik hoop dat hij het waard is, het geld. Wat je ervoor moet betalen. Voor als je gewend bent aan nou, iets wat goedkopere reborns. Die niet. Dat is niet slecht bedoeld of zo. En dat is er ook helemaal verder totaal niks mis mee. Dat is ook net waar je jezelf prettig bij voelt. Wat jouw budget is. En ja, wat je gewoon ja, qua prijs-kwaliteit zelf goed vindt. Hè? Dat is per persoon natuurlijk heel erg verschillend. En ook gewoon ja, een persoonlijke smaak. En keuze. En ik hoop dan dus dat als je dus een keer voor iets anders kiest, dan waar je altijd nou ja, in de veilige zone bent gebleven, zeg maar. En als je daar dan een beetje buiten stapt, dat dat dan ook het waard is geweest. Dat bedoel ik er eigenlijk meer mee te zeggen. Dat het dan hopelijk waard geweest is om uit die comfortzone te stappen, zeg maar. Oh, de meiden hebben echt een herrie. Ik heb echt zo zin om alle lichten uit te doen en gewoon te gaan slapen, jongens. Ik denk dat ik dat ook gewoon binnenkort ga doen, niet een te lange tijd. Ik denk dat zo over een half uur gewoon het licht uitgaat. Want het mag dan vrijdagavond zijn, maar mijn lampje is wel een beetje uit, jongens. Morgen weer een heel frisse, fruitige dag, hopelijk. Zonder ruzie. Oh, trouwens, jongens, dat is ook nog heel leuk om even te vertellen. Mijn lieve nichtje, Linte. Zij is ook wel op de video voorbij gekomen, volgens mij met haar Reborn Bloem. Die heb ik toen via Robin overgekocht. En daar was ze echt super gelukkig mee. En dat is ze nu nog steeds.
met haar bloem. En ze heeft ook wel eens een hele schattige video gemaakt. Maar ja, ik heb die niet geplaatst op YouTube. Maar het is echt heel schattig, want ze doet mij dan helemaal na. En ze wordt 7. En omdat ze dus bijna 7 wordt, en ik had haar beloofd dat ze ook ooit een jongetjesreborn van mij zou krijgen, heeft ze dus vandaag haar jongetjesreborn gekregen voor haar 7e verjaardag. Nou, ze was echt door het dolle heen. Ik heb dus eventjes, nou ja, gezocht en ik heb haar zelf laten kiezen. Want ik kon uiteindelijk geen keuzes maken. Ik vond alle wel mooi. En ja, je zit zelf te twijfelen van, nou, neem ik er een duurdere reborn voor haar? Wat zou ze leuk vinden? Toen heb ik haar gewoon het zelf laten zien. Toen heeft ze er zelf een uitgekozen. En hij kwam vandaag binnen. En wat is er aan de hand? Hebben jullie al Ze ruzie? zijn nu een kleuter achter gaan doen. Oké, jongens, nou, dat was dus een boos kind. Maar het is wel eventjes weer rustig, want ze zit nu even hier bij mij. Hè? Ja. Ja. Nou, even ruzie in de keet, maar dat gaat altijd wel weer over. Ik ga hierbij de video even afsluiten. En ja, ik vertelde dus over Linte dat haar reborn jongetje dus binnengekomen is. Binnenkort ga ik eens even een leuk video met haar opnemen en de meiden om hem voor te stellen. Dat hebben we met Bloem ook gedaan, dus dat zullen we met deze jongetje ook doen. En hij heet Max. Ze heeft hem Max genoemd en zij is er helemaal blij mee. Dus nou, daar gaat het om. Dat zij er blij mee is. Ja, voor nu sluit ik dus de video af. Ik wens jullie een heel fijn weekend. We gaan gewoon lekker slapen. En ja, dan gaan ze gewoon vanzelf liggen. En is het vanzelf rustig, hopelijk hier. Ja, ik wens jullie een heel fijn weekend, jongens. En tot de volgende video. Doei!